Ja, Adam, ik zie je nog wel eens trainen op de hertgang en bij Jong PSV. Maar kun je je voorstellen dat een hoop mensen in Nederland, voetballiefhebbers, denken... Hé, Adam Maher. Ja, kan ik begrijpen. Zeker. Als je niet in het eerst speelt, dan vergeten snel mensen, ja. En vind je het lekker dat een hoop mensen weer bij zichzelf denken... Hé, Adam Maher. Ja, ik ben mezelf nooit vergeten, dus... Dat is niet het probleem. Uiteindelijk misschien de mensen. Maar ik ben blij dat mensen het vandaag weer hebben gezien. Ja, een bekerwedstrijd. Gewoon een belangrijke wedstrijd. Terwijl het tegen een amateurclub is. 2 goals en een assist. Dat is prettig weer terugkeren in de basis. Ja, het was wel lekker dat ik vandaag kon starten. En je probeert gewoon je best te doen voor het team. En dat het vandaag met 2 goals en een assist is, ja, dan is het geweldig. Ja, die eerste was lekker, hè? Metertje of 20. Lekker veel venijn. Goed in de bovenhoek. Ja, die zat er goed in. Ja, ik kreeg die bal van Derk. En het was of op Derk terugsteken of schieten. En ik koos voor de tweede. En gelukkig ging hij er top in. Ja, en al die mensen die nou bij zichzelf denken... Hé, Adam Maher, die hebben vanavond ook kunnen zien... dat hij nog steeds heel aardig kan voetballen. En die zullen zich dan ook afvragen... wat gaat hij nou doen bij PSV? Ja, ik sta onder contract bij PSV. Dus ik probeer gewoon mijn best te doen en alles te geven voor het team. En afwachten om kans die ik krijg. Ja, en merk je dat je een van de selectie bent met dezelfde lasten, dezelfde lusten, dezelfde rechten, dezelfde plichten? Jazeker, je bent selectiespeler. Dus iedereen die bij de selectie zit, heeft dezelfde plichten en rechten. Dus dat is er niet het veranderd. Ja, dus als jij blijft manifesteren, dan zou het zomaar kunnen dat ik jou niet na een wedstrijd tegen een amateurclub dit verhaal hoor vertellen. Maar bijvoorbeeld ook tegen FC Utrecht, Ajax of Feyenoord. Dat zal zeker kunnen. Maar we zijn nu goed op weg en we gaan gewoon door. Ja, dit moet toch wel heel erg goed voor je moraal zijn. Want het is natuurlijk geen successtory bij PSV. Terwijl iedereen weet dat je wel lekker kan voetballen. Ja, je bent weer een jaar verder. Dus je bent weer een jaar verder met ervaring. Je hebt dingen geleerd. Dus het is wel lekker weer dat dit zo is gegaan. Ja, het lijkt me leuk dat we binnenkort eens een keer zo'n gesprek kunnen houden na een Eredivisiewedstrijd. We gaan het afwachten. We zullen het zien.